Ik had mijn iPad mee, en tijdens de les was ik gewoon mijn business aan het doen. Als ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten, dan moeten zij nu nog beginnen aan hun carrière. En ik heb er al tien jaar op zitten. Ze is 24 jaar jong, maar onderneemt al zo'n jaar of tien en runt het e-commerce bedrijf Countrywood. We gaan kennis maken met Annemijn Otte. Welkom bij 7 tv Ja, Annemijn, van harte welkom. Dank je wel. 24 jaar en je onderneemt al tien jaar. Ja, klopt. De meeste 14-jarigen gaan niet ondernemen. Nee, dat klopt. Waarom jij wel? Nou, ik ben er eigenlijk ingerold. Ik was vroeger echt... Uh, ja, ik was druk met computers en online handeltjes. En op een gegeven moment had ik Marktplaats uitgevonden. En diverse handeltjes op Marktplaats toen ik heel jong was. Ja. En toen was er een dag en toen zei mijn vader van... Weet je wat? Ik denk dat jij tuinmeubelen moet gaan verkopen. Op dit moment is stijghout een trend. Ja. Ik koop een partij op, verkoop jij het voor mij. En gewoon kijken wat het schiet. Toen was je 14. Toen was nou, het nog eerder zelfs. Maar dat deed je dan zeg maar, want een brugpiepertje was je toen met net middelbare school, ja. denk ik hè, ja, zoiets. Zeker. En dus overdag naar school en zodra je uit school kwam, dan ging je dus niet, weet ik veel, spelen of chillen met vrienden, maar dan dook je achter je computer. Nou, ik deed het eigenlijk tijdens school. <laughs> dus ik had mijn iPad mee en uh, tijdens de les was ik gewoon een business aan het doen. <laughs> en dat werd niet altijd gewaardeerd, maar nee. ja, dat, het is gewoon, het is zo gegaan. Heb en... je je middelbare school afgemaakt eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ik heb de middelbare school afgemaakt, HAVO. Daarna ben ik naar TIO gegaan. En daarna heb ik nog Bekerstein Business School gedaan. Dus jij zat in de brugklas, zat je achter je laptopje, zat je, of achter je iPadje, zat je uh, handel te doen. Uh, inmiddels een echt bedrijf opgebouwd. Daarover zometeen wil ik echt alles weten, want het klinkt echt als een ronkend uh, verhaal. Maar je bent nu 24. Wat ik zou willen weten is, zitten er nadelen aan het feit dat jij nu echt een onderneming hebt, een bedrijf runt, En het feit dat je 24 jaar bent, zitten er nadelen aan? Nou, ik denk alleen maar voordelen. Kijk, ik heb mijn jonge jaren echt goed benut ja. door mij te ontwikkelen, zowel uh, zakelijk gezien als hè, wel gewoon naar school gaan. En uh, ik zie het als een voordeel, want ik heb een voorsprong. Als ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten, dan moeten zij nu nog beginnen aan hun carrière. Ja. Zij zijn nu klaar met school en ze beginnen nu. Ja. Kijk, en ik heb er al tien jaar op zitten. Heb je veel moeten laten daarvoor? Uh, nee. Want ja, je hebt toch gewoon, ik bedoel, je hebt je school gewoon afgemaakt, stappen en zo kon ook nog. Ja, zeker. Maar wil dat dan zeggen dat je ondernemer er eigenlijk gewoon extra bij kan doen? Want je, het klinkt alsof nou ja. je alles hebt gedaan wat een normale puber doet. en daarnaast heb je een bedrijf opgebouwd. Kijk, ik zeg altijd: een dag heeft 24 uur. Ja. Je gaat 8 uur slapen, 8 uur naar school of werken. en dan heb je 8 uur vrije tijd. Ja. Ja, dat is toch voldoende tijd om vrije tijd te hebben, om te werken, om naar school te gaan? Ja, snap ik. Alleen de meeste. Pubers die ik dan spreek, die denken heel anders. Ja, die liggen op de bank Netflix te kijken. Ja, dat bedoel ik. Of die ja. liggen, dus weet ik veel. En, uh, die, ja, in ieder geval niet te ondernemen. W waar komt dat vandaan, die ondernemersdrang? Nou, ik denk het zit wel echt in mijn genen. Ik heb in mijn omgeving veel ondernemers. Ja. En ja, dat zit er gewoon in. En ik denk ook dat ik, uh, ik ben ook wel opgevoed met de gedachte van ja, als je iets wilt bereiken, moet je het zelf doen. Mm -hmm. En uh, ik heb de handvaten aangereikt gekregen. Uh, maar dat is geen garantie tot succes. Je moet het wel zelf doen. Zijn je ouders ondernemer? Uh, ja, geweest. En de rest van de familie eigenlijk ook. Oh ja, wat deden ze allemaal dan? Of tenminste, wat verschillende voor... dingen. Ja, ja echt uh, ja, verschillende dingen. En je ouders? Die, uh, mijn vader heeft diverse bedrijven gehad. Ja. Uh, handel en ook uh, bedrijven waarin hij mensen wegzette. gewoon als personeel. Ja. En dus een aansturende rol. Uh -huh. En uh, ja, mijn broer heeft een autobedrijf en die zit nu in het vastgoed. Dus ja, allemaal ondernemers. Hmm. Dus dat zit, uh, ja, dat, dat, daar ben ik gewoon mee opgegroeid. En dat uh, ja, daar ben ik vooral heel dankbaar voor. Ja. Ze hebben me daarin altijd. Uh, en um, jij bent met dat. Je bent met, ja, je, wat waren de eerste dingen die je verkocht op marktplaats? Tuinsets van stijgenhout. Maar daarvoor? Voordat er stijgenhout kwam? Uh, palmbomen. Palmbomen? Computers, ja echte. Waar haalde je die vandaan dan? Uh, op de markt. Daar kocht je ze in en dan ja, je ze via Marktplaats? en verkocht je ze via Marktplaats. Met winst? Ja, tuurlijk. Zo simpel eigenlijk, hè? Ja, maar dat is het. Kijk, je moet, uh, je moet ergens potentie in zien. Het hoeft, niet, het hoeft geen hogere wiskunde te zijn. En uh, ja, ik zag ergens potentie in en ik ging het gewoon verkopen. Inkoop, verkoop. Dat was ja, het. Dat was het. Ja. Echt geen... Geen uh, rocket ja, gewoon Nee, gewoon simpele handel. En dat begon met palmbomen Later waren het Nintendo-spelletjes. En dat was allemaal vrij klein. En toen ja. zei mijn vader: van, ja, ik zie eigenlijk wel potentie in, uh, dat in dat stijgenhoud. Want het is nu echt een trend. En toen uh, ja, hebben we dat gewoon geprobeerd. En hij zei: ik koop een partij op, kijk maar of je het kunt verkopen. En als het niet lukt, ja. Kijk, je moet het uiteindelijk toch proberen. Ja. En uh, als je het niet hebt geprobeerd, weet je het nooit. Maar we hadden natuurlijk nooit verwacht dat dit uiteindelijk uh, zou ontstaan. Nee, want wat is, uh, wat is dit vandaag de dag? Waar staat Countrywood nu? Want er wordt, als ik zeg maar, jou ja, online google, vind ik ronkende berichten. Uh, en wordt, veelvuldig wordt de term miljoenenbedrijf uh, genoemd. Is het een miljoenenbedrijf? Daar doe ik zelf geen uitspraken nee, waarom over. Waarom niet? Waarom wel? Je bent toch ondernemer? Dat is toch interessant om te kijken. Ja, je maar omzet? Ik, Weet je wat het is? Ik zie daar geen toegevoegde waarde. Het kan, denk ik, in mijn positie als 24-jarige, alleen maar tegen me gebruikt worden. Oh ja. Vind ik wel. Oké. Okay. Ja, nee, dat mag. Dat is je eigen keuze. Ja, ik ben er altijd Ja, kijk, in en, ja, ja ik ze... vind dat niet uh, nee. belangrijk om te vertellen. Nou, maar het zegt iets over het bedrijf. Volgens hoeft mij. hoeft niet. Omzet is natuurlijk geen winst. Nee, dat snap ik. Nou, dan stel ik, dat is. We draaien winst. Ja. Ja? Ja. Miljoen plus. Doe ik geen uitspraken over? <laughs> Wat ik, nee, maar de reden dat ik het vraag, ik ben er altijd wat fel wat, um, uh, op. Leuk dat je daar zo eigenwijs in bent. Maar ik, ik, je hoort best wel veel ondernemersverhalen. En dan denk ik, ja weet je, het zijn hele leuke verhalen. Maar als je dan doorvraagt, dan doen ze 3000 euro omzet. En weet je, dan is het meer het verhaal dan dat het echt ondernemers zijn. Dan heb ik ja. die indruk bij jou niet. Maar, maar als, ik dan, als ik het verhaal lees, dan klinkt het allemaal super gaaf. Dan klinkt het, uh, ik, ik noem het even op, hè, het miljoenenbedrijf. Je runt het vanuit Marbella. Uh, je hebt geen personeel in dienst. Uh, de, uh, je verkoopt uh, de, uh, de grote dingen. Met, die moeten gemaakt worden, getransporteerd worden. En daar heb je helemaal niemand. Te, dus het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Snap je dat? Ja, maar dat dus is, de, is natuurlijk die weg van tien jaar. Hè? Jawel, dat snap ik wel. Maar het zou helpen als je dan transparant. Ik vind het dan altijd wel stoer. Als iemand ballen heeft en gewoon zegt van jongens, ik doe zoveel miljoen aan omzet. En ik weet je, dan wordt het wat tastbaarder. Dus dat is de reden van de vraag. Het gaat ja. mij niet om of je nou een miljoen omzet doet. Of je doet 10 miljoen of 100 miljoen. Dat boeit me verder niet. Ja. Maar het geeft wel. Het maakt het wat concreter waar het, waar het bedrijf nu staat, snap je? Ja, dat is een daar denken we denk ik anders over dan. Ja, nou, dat mag. Ja. Uh, geen personeel? Nee, maar dat betekent niet dat er geen mensen voor me werken. Nee. Uh, de mensen die voor mij werken, mogen zeker alle credits krijgen, maar het zijn ZZP'ers. Dus je werkt echt met een netwerk van ZZP's op alle vlakken. Ja. Want ja. leg mij eens uit, hè? je verkoopt nu uh, uh, dingen die van hout zijn gemaakt. Hè? Dat, wat zijn de producten die je nu allemaal verkoopt? Nou, het assortiment is uh, enorm. Het is een enorme diversiteit aan producten. Het ja? gaat van een parasol tot een picknicktafel, uh, tot hekwerk, tot schuttingen, tot een complete blokhut. En dan heb ik uh, een deel van het assortiment is eigen productie onder eigen label. Okay. Een deel van het assortiment is, uh, ben ik gewoon dealer van die merken. Ja. En een deel van het assortiment wordt vanuit de fabrikant verstuurd. Okay. Dus het zijn eigenlijk uh, ja, drie businessmodellen eigenlijk. Drie businessmodellen. Ja, ja. drie andere verdienmodellen. Um, maar daar komt best wel veel bij kijken. Ja, zeker. Wat heb je daar allemaal voor nodig om dat te runnen? Um, nou ja, je moet gewoon een goed strategisch plan hebben, natuurlijk. Dat had ik in het begin niet, want ik ben hier ingerold. En daar ben ik nu wel druk mee bezig. Dat ik gewoon heel duidelijk in kaart heb van: oké, dit is de vraag, dit is de behoefte. Hoe ga ik ervoor zorgen dat deze producten bij de mensen komen? Met welke transporteurs? En ik leef nu ook veel in de rest van Europa. En als jij een pakket van 3500 kilo hebt, is het best wel lastig om dat met post.nl te versturen. Dat gaat natuurlijk niet. Het Nintendo spelletje was makkelijker. Ja, dat was makkelijk, e maar daar verdien je niet zoveel aan. Nee, nee. moet je er heel veel verkopen. Ja, en, um, ja dus gewoon het belangrijkste is de, de goede mensen om je heen verzamelen. Ja. En uh, ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik kijk gewoon voor elk, uh, elk onderdeel binnen mijn bedrijf van uh, ja, hoe kan ik dit het beste uh, regelen. Hey, en als het gaat om die eigen spullen hè, die je onder je eigen merk echt maakt en verkoopt. Uh, kun je eens vertellen hoe dat proces er dan uitziet? Want daar heb je wel mensen, bedrijven, spullen, weet ik veel, wat allemaal voor nodig. Ja, hoe nou is dus dat je georganiseerd? Ik kan, kan bijvoorbeeld naar een uh, lokale meubelmaker gaan ja. en die kun je opdracht geven om, uh, om een product te maken en dan kan ik het onder eigen label verkopen. Ja. Hoe kun je de verdeling ongeveer zeggen tussen, want aan de ene kant je hebt, je, hebt uh, je, je doet inkoop-verkoop, zeg maar even platten, ja. je doet eigen producten en dan doe je um, eigenlijk een soort reseller, noem ik het maar even, ja. hè? die derde. Uh, kun, je dat ongeveer, kun je er een verdeling van maken waar je het meest van verkoopt? Nou, het verschilt enorm. Want bijvoorbeeld in de coronatijd werden er heel veel boomstandtafels verkocht. Ja. In die wintermaanden, dat was. Uh, ja, ik heb er nog nooit zoveel verkocht. Hele lange. Ja, onder andere. Ja, onder ah. andere. En um, dat is een product wat ik toen de tijd heel veel heb verkocht. Eigen label, staat ook mijn naam op. En, uh, maar goed, nu op dit moment is het weer meer uh, blokhutten op dit moment. Blokhutten, en, ja. Ja. Voor in de tuin. Dat, zijn echt, uh, dat, dat gaat tot 50.000 euro voor één bestelling. Dus dat, dat tikt wel aan natuurlijk. En dat is wel een hele andere business dan een tafel van 1000 euro. Ja. Door wie laat jij je adviseren als het gaat om alle aspecten die met ondernemen te maken hebben? Uh, door de mensen in mijn netwerk. Ik heb veel succesvolle ondernemers in mijn netwerk. En uh, ik ga graag met ze sparren. En daar heb je niet vast georganiseerd of zo? Dat je dat weet ik veel, nee. een raad van advies of zo hebt? Nee. Um, zijn, je bent nu tien jaar bezig hè? Ja. Uh, kun je wat dingen we die mis zijn gegaan? Dan kunnen we altijd dingen van leren? Dat je denkt van, oh, dat ging nou, zo niet, jongen. ik denk op één paard wedden. En dat is natuurlijk heel cliché. Maar op het moment dat je merkt dat een bepaald product het heel goed doet... Ja. en je verdient er veel geld mee... dan ga je gaat al in op zo'n product. Je denkt van, hé, dit is het. Ja. Dan uh, kunnen er dingen gebeuren... waardoor dat uiteindelijk uh, toch niet zo blijkt te zijn. En het ja. kan natuurlijk zijn een trend. Hè. Bijvoorbeeld stijgenhout was een trend. En van de een op de andere dag uh, vonden mensen het niks meer... Hm. En bijvoorbeeld uh, met parasols voor corona verkocht ik best wel veel parasols. En toen uh, had ik een grote partij besteld en die kwamen niet binnen door, uh, door de coronatijd natuurlijk. Mm -hmm. Dus dan uh, ben je aan het wachten op een aantal containers. En dan, uh, ja, dan moet je kijken naar andere producten. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik daar gewoon mijn les uitgehaald door nu zo'n breed, breed mogelijk assortiment te krijgen. Mm -hmm. Waardoor je niet meer enkel afhankelijk bent van een bepaalde tafel of van een bepaalde parasol. Mm -hmm. En um, ja, eigenlijk alles gewoon spreiden. En hoe bepaal je welke producten je dan weer in het assortiment haalt of eruit haalt? Dus dat eruit halen kan ik me voorstellen, als het, als het niet goed doet. Maar hoe bepaal je wat, wat er in het assortiment komt? Dat lijkt me best lastig. Nou, dat is ook inderdaad best wel lastig. Want het ene jaar wil iedereen hard het andere jaar wil iedereen geïmpregneerd houden. Het is ook een beetje afhankelijk van wat men op televisie ziet bij mm -hmm. uh, bepaalde tv-programma's. Mm -hmm. Um, hoe ik het zelf eigenlijk doe, ik, kijk, uh, ik analyseer veel data op mijn website en dan kijk ik uh, waar kijken ze naar, wat bestellen ze, maar vooral wat bestellen ze niet. En dan maak ik de afweging waarom bestellen ze dit niet. En ik heb een aantal USP's. Uh, ik heb de laagste prijsgarantie, ik heb de snelste leeftijd voor de producten waar ik dealer van ben mm -hmm. en ik heb de hoogste reviews. Dus als je die drie punten bekijkt, dan zou ik in theorie eigenlijk uh, hè, van de producten waar ik dealer van ben, de meeste moeten verkopen. Als dat niet het geval is, ja, dan kan er meer aan de hand zijn. Dan uh, kan het niet echt, in, niet echt in de mode zijn om het zo ja, te zeggen. Ja. Of het, uh, ja, er is toch iets niet helemaal, uh, helemaal kloppend. Of de website, de productinformatie is niet goed. Um, ja, dat eigenlijk. Hey, schets eens een week uit jouw leven. Want bedoel, je kan je niet overal tegenaan bemoeien. Inmiddels, ik, weet, ik heb geen idee hoe groot je bent, want dat zeg je niet. Grapje. Maar uh, ik heb natuurlijk geen idee. Zeg maar, je kan niet alles zelf. Meer? Toch? Zo nee. groot is wel. Hè? Nou ja, ja, ja zeker. Ja. Ik, ik heb heel lang heel veel zelf gedaan. Ja. Uh, omdat het best wel lastig is om dingen uit handen te geven natuurlijk. Ja, uh, know. want je kan het zelf best natuurlijk. Nou ja, zo je. stond ik er wel in. Ja. Maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Maar goed, uh, ja, bijvoorbeeld de klantenservice heb ik nu volledig uit handen gegeven vond ik heel lastig, omdat ik zoiets had van... ja, ik ken mijn producten. Ik heb een assortiment van 3500 producten. Dat gaat van nou ja, een, een dure blokhut tot een, uh, tot een parasol van 100 ja, euro. Ja. ja, en de technische dingen daarvan... die kun je niet zo 1, 2, 3 iemand leren. Dus ik vond het best wel lastig om die klantenservice uit handen te geven. En toen merkte ik eigenlijk dat het er vooral om gaat... dat, uh, dat je de mensen geruststelt... en op een hele vriendelijke en nette manier te woord staat... Mm -hmm. En dan kunnen ze het, de klantenservice mensen, het uiteindelijk gewoon navragen bij mij of bij een leverancier. Mm -hmm. En dan uh, ja, kunnen ze het eigenlijk nog beter dan ik zelf, omdat die mensen iets meer geduld hebben. Mm -hmm. Dus de klantenservice is nu volledig uitbesteed. Die is 80 uur per week uh, bereikbaar. Mm -hmm. Dat is volgens mij een hele goede bereikbaarheid voor een bedrijf. Dus geen 9 tot 5, maar uh, mm -hmm. ook in de weekend en in de avonduren. Uh, transport, dat. Uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook uitbesteed. Dan heb ja. ik veel voorraad heb ik bij transporteurs liggen. om op die manier eigenlijk een beetje het dropshipment idee te creëren. Ja, waardoor ja. je gewoon snel kunt leveren. Ja. Het is dus geen dropshipment. het is mijn eigen voorraad? Ja, want. en waarom. dat is een goed idee dat, je dat zegt. Hè, want waarom heb je die koers niet gekozen? Want dat je. had natuurlijk ook gewoon een turbo-dropshipper kunnen worden. Ja, het zijn andere producten, denk ik. Ik denk hm. niet dat het in deze branche. echt een. Uh, ja, een dropshipment-branche is. Nee, om een blok uit van 40.000 euro te droppen. Ja, dat denk ik niet. Hm. En. Um, ja, dus die, die koers ben ik niet gaan varen, maar uh -huh. ik... Uh, ja, dus de hardlopers qua voorraad, die heb ik gewoon op, uh, ja, op eigen voorraad liggen. Ja. Die liggen bij de transporteurs, dan is het vandaag besteld, morgen in huis. Wat in mijn branche best wel uniek is. Uh -huh. uh, de meeste concurrenten die doen er een week, sommige twee weken over... om het bij de consument te krijgen. Uh -huh. Ja, en tegenwoordig willen mensen toch wel een beetje die Coolblue-mentaliteit... van ja. nu besteld, vandaag in huis, uiterlijk morgen in huis... Ja. En um, ja, bij mij hebben ze het wel snel in huis. En met name met parasols bijvoorbeeld. Ja, als, het, als de zon schijnt, dan willen ze een parasol. Als het regent, bestelt niemand een parasol. Dus ze willen hem nu hebben, want nu is het mooi weer. En ja. niet volgende week als het dan pas mooi weer wordt. Hey, jij bent best wel een nerd, als ik ergens. Tenminste, gek op data. Zo word ik wel vaak genoemd. Ja, is dat ja. zo? Nou ja, ik denk het wel. Als dat je, je passie is, mm. dan uh, belangrijk, ja. Hoe belangrijk is die data? Heel belangrijk. Ik denk dat je... In de tijd waarin we nu leven, moet je daar echt wel uh, druk mee bezig zijn. Hey, en hoe doe je het? Ik kan me voorstellen, je hebt gebruikersdata. Hè? Dus dat je lekker snuffelt in je Google Analytics van wat er allemaal ja. op je platformen gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook data in de zin van uh, financiële data om ja. je bedrijf te sturen. Ik maak er geen grapjes over nu. Uh, maar uh, heb je dat ook uit handen gegeven of zit je daar bovenop zelf? Daar zit ik zelf heel erg bovenop. Um, maar ik ben nu met iemand in zee gaan die daar advies in gaat geven. Omdat ik natuurlijk, ja, ik was ook groot hè. Yeah. Ja. En ik ben daar zelf niet voor naar school gegaan. Nee. Dus dan moet je op een gegeven moment andere nee, vandaar mensen. Vandaar mijn vraag, zeker als je, groot, als je als het echt een groot bedrijf wordt en er gaat echt ja. veel geld in om. En het is wat m, best wel complex ook, omdat je natuurlijk met inkoop en je hebt voorraad ja. en je. Dus dat hele financiële management. Ja, het, is, best het wel... is heel complex en ja. daarom. Ik heb heel veel altijd zelf gedaan, maar ik ben daar niet voor naar school gegaan. Ik nee. heb er natuurlijk niet, uh, niet alle verstand heb van. Heb je überhaupt nog gestudeerd naar de havo? Ja, zeker. Oh, ik heb TIO Business School gedaan. Oh ja. Uh, super leuk was dat. Ja? En dat was leuk omdat uh, de docenten kwamen uit het zakenleven. Ja, dan heb hebben er wat aan. Dus met hun, ja, ik levelde wel met die mensen. Mm. En dat was wel heel erg leuk, want als ik dan um, ja, problemen had zakelijk gezien. of ik liep ergens tegenaan, dan gaven ze mij advies. En dat was wel heel erg fijn, want ik was natuurlijk uh, ja, 18 toen ik op, uh, op de Tio kwam. heel ja. jong. Maar jij kon gewoon je eigen case inbrengen elke keer. Ja, maar dat deden ja. we ook. Dus ja, ja. dan hadden we bijvoorbeeld een case. en dan zei ik tegen de docent van. Uh, gewoon laten we het even uh, vertalen naar mijn bedrijf. Dan heb ik er ook nog wat aan. Ja, ja, ja. En de docenten vonden dat heel erg leuk. Ja. En de leerlingen, ja, die vonden het eigenlijk ook wel, wel prima. Dus dat was een hele leuke tijd. En daarna ben ik naar Bekerstein gegaan, Daar heb ik een postmaster nog gedaan. En dat was ook superleuk. Hoe doe jij je marketing? Uh, ik doe veel zelf. Uh, maar ik heb ook een marketingbureau, die, uh, ja, die doen dan COCA. Ja. En zelf hou ik me bezig met uh, social media en dat soort zaken. En welke kanalen zijn voor jou van belang? Facebook en Instagram. Maar met name Facebook nog steeds, terwijl Facebook echt terugloopt. Mm -hmm. uh, mijn doelgroep is toch wel de mensen die op Facebook zitten nog steeds. Oude lullen. Ja. Mensen met geld die een blokje in de tuin kunnen voorloven. Ja, ja. ik denk het wel. Ja. Ja. Hoe belangrijk is je eigen branding... Nou, daar ben ik nu pas mee begonnen. Hmm. Dat, ik heb het bedrijf eigenlijk tien jaar anoniem geleid. In de zin van, mijn gezicht stond niet op de website. Mensen wisten niet dat er een, uh, ja, een jong meisje achter zat eigenlijk. Mm -hmm. En ik ben nu natuurlijk tien jaar verder. En ik had zoiets van, uh, het is leuk om een verhaal te delen. En uh, het is natuurlijk ook wel belangrijk als je op een gegeven moment duurdere producten gaat verkopen. Dat je laat zien wie je bent en wat er achter het bedrijf zit. Ja. Want op het moment dat ze een blok uit bestellen, laten ze het soms ook impregneren. Dat uh, wordt door mijn fabrikant gedaan. Dan moeten ze tien weken opwachten. Dat duurt nu best wel lang doordat, uh, doordat het druk is in de branche? Dan hebben die mensen een ja, 20.000, 30 30.000 euro overgemaakt, misschien wel 50.000 euro. En het is natuurlijk tien weken stil. En dan is het wel heel prettig dat ze gewoon weten van oké, okay, dit is het bedrijf, dit zit erachter. Ja. Dus met die gedachte, uh, ja, kom ik nu zelf iets meer naar buiten? En heb ik ook mijn gezicht op mijn website gezet. Maar dat had ik vroeger uh, ja, niet. En hoe, wat, hoe vind je dat? Sorry? Hoe vind je dat? Om zelf um, het gezicht van het bedrijf te worden. In ja, moment. wel spannend natuurlijk. Want um, ja, ik heb dat nooit gedaan. Dus het is hmm. wel spannend, maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Wat zijn de reacties? Want dan ga ik weer even terug naar het begin een beetje. Van, ik kan me voorstellen dat er best wel wisselend op gereageerd wordt. Maar ik weet niet hoe jij dat zelf merkt nu je wat meer naar buiten komt als ondernemer. Nou, het wordt voornamelijk wel positief gezien. Want uh, heel veel mensen hadden echt geen idee wat ik eigenlijk deed. Die wisten mm. wel van, uh, nou ja, ze heeft een online business. Maar mm. dat, uh, dat was ook het enige wat ze wisten. En nu lezen ze die verhalen. En dan hebben ze er iets meer in beeld bij. Word je altijd serieus genomen? Nou, over het algemeen wel. De mensen die me serieus moesten nemen. in die beginjaren, die deden dat. Anders had ik natuurlijk geen samenwerkingen. Geen, uh, mm. Daar kwam het niet op gang. Ik kan me overigens wel één situatie herinneren. waarin ik niet serieus werd genomen, ja. althans niet direct. Mm -hmm. Dat was de Bekenstein Business School. Ik, uh, ik kwam daar binnen ik ging naar een postmaster volgen. Digital marketing, Strategie en leiderschap. Nou, we kwamen binnen en um, de docent zei: nou, iedereen moet zich even voorstellen. En we zaten in zo'n vierkant ja. en ik moest als laatste. Ja. Dus de eerste stond op en die zei, nou, ik ben DD en ik heb 20 jaar werkervaring bij nou ja, PayPal. De ja. volgende kwam, uh, ik heb 17 jaar werkervaring bij Subway. -E ik kreeg een Spaans benauwd, want ik was 20 op dat moment. En ik dacht, ja, wat moet ik nu zeggen? Want deze mensen zijn dubbel zo oud, hebben twintig jaar werkervaring. Nou, ik stelde me voor en iedereen keek me aan en ze dachten, volgens mij echt, die zit in het verkeerde klaslokaal. Want ja, dit klopt niet helemaal. Mm -hmm. En toen hadden we na een diner, hadden we met, het, uh, ja, met de klas. En ik werd eigenlijk voorkomen genegeerd. Dus ik zat daar en ik dacht, ja, volgens mij denken ze nog steeds, die zit Dat echt... Ik een schoolmeisje meisje. Ben. Ja, dit klopt niet helemaal in de zin van, die is gewoon te jong, die is bij de verkeerde studie. Toen hadden we daarna een quiz en toen moest iedereen gaan staan. En als je een vraag fout had, dan moest je gaan zitten. Nou, dan mag je raden wie als laatste overbleef staan en wie de quiz won. Mm, dat was jij. Ja, tuurlijk. Mm. Dus toen had ik, meteen, uh, ja, had ik meteen laten zien wie ik was. Het ijs was gebroken en mm. daarna was het een superleuke studie. Uh, en toen, gedurende die opleiding, vroegen ze mij ook om hulp. Hadden we projecten en dan. Uh, mm. Ja, dat was echt uh, heel leuk. Maar op dat moment dacht ik wel, ja, toen werd ik niet serieus genomen. Nee, nee. Dus ja, dat eigenlijk. Maar dan word je dus niet boos? Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee. Hm. Uh, er gaan best wel veel verhalen online rond um, uh, over jonge ondernemers en snel rijk worden. eens, yep. vat ik het maar even samen. Hè? Met dropshippen, met crypto, met yep. uh, vastgoed. En weet ik, wat, vind jij, wat vind jij daarvan? Ja, ik denk dat het niet zo werkt, ja. over het algemeen. Je hebt natuurlijk uh, uitzonderingen. Je hebt mensen waarbij het wel gelukt is en waarbij ja, wellicht een beetje geluk... Maar uiteindelijk denk ik dat uh, ja, 9 van de 10 mensen... die wordt rijk of succesvol door gewoon heel hard te werken. En dat is hoe ik erin sta. Hmm. Um, je bent uh, 24 nu. Je, 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 je wordt heel oud. Dus jij, je hebt nog iets van, uh, weet ik veel, 70 jaar te gaan of zo. Weet je wel. Uh, laten we die eerste vijf daarvan eens pakken. Dus uh, tot je dertigste. Uh, als je dertig bent en ik heb jou hier weer op bezoek. Waar sta je dan? Nou, ik heb niet echt een einddoel. Nee. Dus ik heb nu op dit moment wat ik doe, vind ik superleuk. En dat is denk ik het belangrijkste: dat je iets doet wat je leuk vindt. Ja. En het doel is om dit uh, nou ja, uit te bouwen, met name internationaal. En eigenlijk vooral door te gaan hoe ik het doe. Maar uh, ja, wel mee te gaan met de tijd. Want uh, er gebeurt natuurlijk van alles, daarop in te spelen. Uh, maar er is niet echt een einddoel. Dus ik kan niet zeggen: van, nou ja, daar sta ik over, uh, over vijf jaar. Uh, vooral doen wat ik leuk vind. Dat is wat ik nu doe. En ik zou dit mijn hele leven kunnen blijven doen. Ja. Want je, hoeveel omzet haal je nu al uit buitenland? Is dat een klein gedeelte nu? Of? Ja, best wel veel, omdat dat uh, voornamelijk uh, projecten zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, bijvoorbeeld bed en breakfast, met pipowagens of met uh, blokhutten of projecten die Pipowagens? Uh, ja. Dat zijn van die caravanachtige dingetjes. Van ja, die, uh, van ja, het, ik denk dat uh, ja, de vroegere generaties keken natuurlijk al Pipo de clown, pieper de clown en Mameloe, ja, ja die keken dat. Ja, ja. Ver voor mijn tijd. Ja, ver maar, voor mijn uh, tijd. Maar goed, dat, uh, ja, dat is een product en uh, dat heeft zijn charme. Niet iedereen vindt dat, maar uh, ja, er is een doelgroep voor. Iedereen die BNB voor liefde even kijken, die zag er eentje Je kent het. Bij. In ja, Spanje is het zo. Die het zeker. Ja. En um, ja, je kunt daar best wel rendement uit halen. Zo'n bipo ah, kost tussen de 5.000 en 10.000 euro. Gaat denk ik 15 jaar mee. Nou, ja, als je het voor 50 tot 100 euro per nacht zou kunnen verhuren met 50% bezetting, ja, dan kun je best wel rendement maken. Zou je de stad naar vastgoed willen maken dan? Laat ik zo zeggen. In hoeverre, als je naar de toekomst kijkt, je doet wat je wil. Huh? Je bent nu een e-commerce onderneming. Je verkoopt, ik noem maar even, houten, uh, houten producten. Noem ik het maar even. Uh, is te simpel, met respect. Maar hoe zou dat kunnen evolueren? Hoe zou dat echt kunnen veranderen? Sta je er ook open voor dat ik jou over vijf of tien jaar spreek... en dat je misschien helemaal geen e-commerce meer doet... maar dat je in het vastgoed zit? Of dat je twintig B&B's met pipo wagens runt? Of, uh, hoe, laat ik zo zeggen... Hoe hoe zie je dat? Nou, wellicht erbij, maar mijn passie is wel echt internet. En hè, daar is het natuurlijk ook ontstaan. Ja. Dus ik zou toch wel het liefst altijd iets blijven doen met online en met uh, ja data, websites. Ja, ja. Dat is gewoon wat ik leuk vind. Mm -hmm. En ja, wellicht daarnaast uh, investeren of vastgoed op den duur. Ja. Maar op dit moment, uh, ja, ik doe wat ik leuk vind. En uh, dat is toch alles met online. Is dat eens eenzaam? Um, nee, eigenlijk niet. Nee, nee ja, je moet gewoon de mensen om je heen zoeken die het, uh, die het ook leuk vinden. Mm -mm. Um, tot slot, als jij jonge ondernemers spreekt, twintigers of misschien nog wel iets jonger, die plannen hebben om te ondernemen, ambities, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Wat is jouw advies dan? Nou, het belangrijkste is iets doen wat je leuk vindt. Uh, wat ik al een paar keer zei, maar ja. goed, uh, omdat je moet het lang volhouden. Ja. Kijk, het is niet uh, de eerste paar jaar verdien je niet zoveel geld. Dan mag je je handen dichtknijpen als je überhaupt kiet speelt. Ja. En, en alles wat je dan, als je wel wat verdient, dan zou je moeten herinvesteren in het bedrijf. Mm -hmm. En dan moet je wel een lange adem hebben. En de jongere generaties nu, die zijn nogal ongeduldig. En die denken hè, op basis van wat ze zien op TikTok, dat ze uh, binnen een week miljonair zijn. Maar ja, zo werkt het naar mijn mening niet. Dus zoek iets wat je leuk vindt en uh, zorg dat je daar goed in wordt. En we leven nu in een tijd waarin ontwikkeling heel makkelijk is, vind ik. Ja. Je kunt jezelf opleiden, je kunt boeken gaan lezen, je kunt uh, video's kijken op YouTube. En um, ja, als je er dan echt voor gaat, dan, uh, ja, als je maar, maar hard genoeg door, doorwerkt, dan uh, wordt het zeker wat, denk ik. Ik dank voor dit gesprek en heel veel succes wensen met je onderneming. Dank je wel. En dankjewel voor het kijken naar een gesprek met Annemijn Otte, Een jonge, ambitieuze eh, ondernemer. Zoals we er hier meer hebben op het platform. Dus denk je nou van, hé, hey, dit was een tof gesprek. En ik wil er nog meer zien. Blijf dan even hangen. Zometeen twee nieuwe. Hieronder kun je abonneren. En denk je nou hieronder abonneren. Ik zit te luisteren naar de podcast. Ook daar kun je abonneren. Dankjewel voor het luisteren. Als je naar de podcast zit te luisteren. Voor nu. Dankjewel. Hoi.